It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag heb ik voor jullie een Elite Weapon Showcase, want ik ben Master Precies 2, dus dat houdt in dat ik twee keer de tweede precies ben geworden. En ik heb de MP11 nu gekregen. Dat is de MP11 Goliath en die ga ik dus nu even uitproberen voor jullie. Dus we spelen 10 deathmatch potjes toen ik green band. En jullie zien, even kijken, ik pak deze class en jullie zien nu even die class in beeld komen. En hij zal ook binnen enkele seconden weer weggaan. Maar we gaan dus nu beginnen. Ik heb daarop staan een advanced rifling, zodat ik sneller of verder kan schieten. Extended mags en een voorgrip. Natuurlijk dat ik geen recoil heb. Althans, geen recoil. Weinig recoil. Ik moet wel even iets aanpassen hoor. Sorry. Anders is het geluid voor jullie echt super hard. Dus dat zou eventjes een paar seconden hard zijn. Maar ik ben tot nu toe nog niemand tegengekomen. Twee man, teammate had die andere. Let's go. Oh, die was lekker man. Dat was een mooie longshot. Oh, mijn rug. Oh my god, hij is geturnd. Wow, yo. Die was even mooi. Ik wil even proberen mijn UAV te halen. Even, ja. Even regenerator. Gaan wel lekker. Dit wapen is op zich nog wel chill. Maar dan moet je wel de goede attachments erop gebruiken. En hem goed gebruiken. Want zoals ik hem net gebruikte, laat me zeggen. Met de hipfire of triggerfinger actie. Dan is hij chill. Dan kan hij lang schieten. Maar als jij hem helemaal ingedrukt houdt. Natuurlijk, kan hij even binnen. Let's go. Als jij hem helemaal ingedrukt houdt. Nee! Ah, kut. Hij zat daarboven. Wat dus wel zeggen. Als jij hem helemaal ingedrukt houdt. Gaat je een helemaal omhoog. Wat inhoudt natuurlijk. Is dat jij niet goed kan schieten. Omdat je geen goede aim hebt. Ik weet dat iemand achter me zit. Ah, kut. Was al gehit, dus hij kon me sneller pakken, laat maar zeggen. En we gaan nu even. Oh, kijk, dat bedoel ik dus met dat triggervinger. Gewoon eventjes je vinger loslaten. Oh, en hier was ik dood omdat hij een ASM1 speakeasy had. Die kan ik nog steeds wel hebben. Als ik die heb, jongen. Ik heb er zoveel mee spelen. Jammer jongen. Loop hier ook heen. Bye bye. Oh, ze spannen naast me. Fuck. Oh shit, kijk, ze spannen gewoon naast me. Terwijl, what the fuck. Call of Duty, je moet even je spawns fixen, man. Ah ja, ik was kansloos. 3 man voor me. Ah, dat was kut, man. Hoeveel staan we eigenlijk? 10 om 6. We gaan nog kut uit, man. Het begin ging zo goed. We gaan nu zo slecht. Kut, sorry. Maar het ligt natuurlijk ook echt gewoon aan de map waar je op speelt. Want als jij op een grote map speelt, moet je gewoon niet dit wapen gaan gebruiken, weet je. Jee, man. Ik schoot op die andere. Fuck, man. Kom op, we moeten even een chill score neerzetten. Waar zit hij? Wauw, jij bent wel echt goed man. Gewoon het glitch achter een steen. Het is kop dan gewoon zien. Voor mij is hij al dood, want mijn teammate heeft hem. Of mijn teammate zuigt ook zo hard en gaat ook gewoon dood. Nou. Kom op jongens. Oké. Zag je hem zitten daar zo, klootzak? Oh, lekker, teammate heeft de Paladin.
gaan ze juist binnen zitten. Even opletten dus. Zijtje. Oké, we gaan wel hard winnen. Dat is wel mooi. We zijn nog steeds niet echt waar ze spannen op dit moment. Kom op jongens. Ga die bezoek binnen. In mijn rug, in mijn rug, in mijn rug. Oh, hij wist dat ik daar zat. Nee. Kijk, hij is die strider, man. Let op. Oh, hij had zo geluk. Als hij me daar niet had zien jumpen, had ik hem gewoon, gewoon hard gehad. Enemy UAV online. Ah, mooi. Dubbel kill. Oh my god, waarom klim ik nou op dat kutding? Oh, dat is zo'n nadeel aan deze fucking controller, hè. Dat is een scuf controller. En als je... Hallo. Als jij jumpt, dan ga je automatisch van die kutregeltjes, stel je dat niet wil. Had ik straks ook net. Straks, het gaat ook 3 minuten geleden. Oké, nog 1, 2 kills. Nu nog 1. En het is afgelopen, let's go. Was mijn eindscore? Even kijken. Ik kan het scorebord nog niet openen. Kom op. Oh, er staat een enemy voor me. Ik kan het scorebord niet openen. Ik kom op 21 om 10. Best wel chill voor een, ja, best wel zwak machinepistooltje. Maar, ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben van deze video. Dus laat alsjeblieft een blauw duimpje omhoog. Gaat natuurlijk, dan helpen mij enorm. Ik zou blij zijn als we de 30 likes van Advanced Warfare kunnen halen. Want Advanced Warfare wordt niet zo goed bekeken, maar dat maakt niet uit. Dus, zoals ik altijd zeg jongens, bedankt voor het kijken. En ja, hopelijk zie ik jullie ook bij een volgende video. Dus tot de volgende keer. Later.